Dit is winkelcentrum Heksenwiel in de wijk Haagse Beemden in Breda. Op vrijdagochtend 3 januari wordt deze MT-supermarkt overvallen door 3 met pistolen bewapende mannen. En ze nemen de tijd, want ze zijn er al 's morgens rond een uur of 6. En ze vertrekken pas weer tegen 8. Dus bijna 2 uur lang hebben ze meerdere medewerkers bedreigd. Totdat ze hadden wat ze wilden, geld uit de kluis. En er zijn meerdere camera's die de overval hebben vastgelegd. En dus staan de overvallers op verschillende momenten in beeld. Bijvoorbeeld hier als ze binnenkomen. Het is dan 6 uur. Dan zijn de bedrijfsleider en een chauffeur de enige in de winkel. En dat is meteen een probleem voor de overvallers, want ze kunnen niet meteen bij de kluis. En dan begint het grote wachten. Buiten beeld komen steeds meer medewerkers aan op hun werk. En stuk voor stuk worden ze door de overvallers in een aparte ruimte vastgezet. De angst die de medewerkers hebben gevoeld is enorm. Zeker als het allemaal erg lang gaat duren en de daders langzaam maar zeker ongeduldig worden. Uiteindelijk weten ze meerdere kassalades te bemachtigen en geld uit de kluis mee te nemen. 3 mannen van een jaar of 25, allemaal in donkere kleding en met bivakmutsen op. Als u ook maar het kleinste vermoeden heeft, laat het dan weten. Terwijl binnen nog iedereen op zijn knieën zit, gaan de overvallers er vandoor. Met 2 grote boodschappentassen vol kassalades komen ze hier uit de achteruitgang. En dan gaat het die kant op, in de richting van de Emerparklaan. We denken dat ze verder gevlucht zijn in een kleine zwarte auto. En dat kan een Volkswagen Golf of Polo geweest zijn. Wie is dat opgevallen? En wie zegt dat iets in combinatie met deze 3 overvallers? Vanaf de Emerparklaan gaan ze richting de Moerlaken. Daarna zijn we ze kwijt. Het is tegen 8 voordat ze er eindelijk vandoor gaan. En dan is het nog wel vroeg, maar er zijn wel mensen op pad. Misschien op weg naar hun werk of naar school. En we hopen dan ook dat er mensen zijn die toen iets bijzonders is opgevallen. Misschien wel de 3 daders. Want ze moeten hier toch in de buurt hebben rondgelopen met die 2 grote boodschappentassen. Ook al is het even geleden, vrijdagochtend 3 januari, probeer toch even terug te gaan in uw herinnering. Heeft u iets gezien, gehoord? Neem dan contact op. Ook alle andere informatie is natuurlijk welkom over deze overval. Misschien heeft u er wel over horen praten in uw omgeving. Deel dat dan met ons, want het kan zomaar belangrijke informatie zijn. En dan zijn er natuurlijk nog de beelden waarop de daders te zien zijn. We laten ze u nog een keer zien. Kijkt u nog eens goed naar de overvallers. En als u ook maar het kleinste vermoeden heeft, bel dan met de tiplijn op 0800 60 70. Misschien dat de combinatie van deze 3 mannen en de zwarte kleine vluchtauto u iets zegt. De Volkswagen Golf of Polo. Anoniem blijft u via 0800 7000. Rechtstreeks bellen met het team Nationale Criminele Inlichtingen kan ook op 079 345 8999.